Nee, het is nu hyperspace. Ik zweer het, geen foto's en filmpjes van mensen die hun been breken. Ik weet ook niet precies. Ja, maar je hebt me vorige keer zo genaaid, jongen. Ik lig daar nog steeds wel eens wakker van. Maar jullie zijn dus toch gezwicht voor het grote publiek die toch het oude concept weer terug wilde. Ja. Met de bank. Ja. Uiteindelijk moet je toch, ben je toch slaaf van je publiek. Jullie zwichten ook puur door hier te zitten. Jullie willen helemaal niet zitten. Nee, ja. Maar wij zijn nog steeds gewoon, nee. Wij blijven. Wij zijn echt OG's, hè. Ja, wij keken al Dumpert toen jij nog... niet op Dumpert was. Met een busje opgehaald werd om naar school gebracht te worden. Hoe weet jij dat ik vroeger zwart haar had? Ik heb het namelijk geverfd toen ik een bepaalde periode had. Ja, wij zijn er niet goed, hè? Periode had. Oh ja? Ja. Vet. Was je goth of emo? Niet goed op mijn zender. Gewoon, was je zeer onverzekerd, ja, zeg maar. Onzelfverzekerd. Oh, echt waar? Dat je echt dacht van, ik wil geen rood haar meer hebben. Misschien als ik zwart verfde. Hoor je dit hier niet? Hij heeft zijn haar op een gegeven moment zwart geverfd, omdat hij gewoon geen rood haar meer wil. Ik was 13 of zo. Het is 6:30 ochtends. Dus, we gaan lekker dumpen trainen. Waar is Sylvana is te laat. En met wie doet ze tegenwoordig? Jonas. Maar wat is Jonas voor gast? Het enige wat ik weet is dat hij echt een enorme tabernakel heeft. Vet. Vet. Ja. Ik vind eigenlijk ook dat je een man in eerste instantie moet afrekenen op de grootte van zijn penis. Dat vind ik eigenlijk gewoon sowieso in het leven dat je dat moet doen. Er zit wel wat in. Ja, hè? Maar leuk, en hoe lang zijn ze al samen? Ja, toch wel een paar maanden. Ja, dat gaat hard. Zijn we niet al begonnen, of wel? Jawel. Dit is al, dit is altijd, ben je ineens begonnen. Jullie hebben dit toch al een keer gedaan of zo inmiddels? Oké. Okay. Hello. Hello, guys. Ja, wij hebben een nieuwe gast, jongen. Oh, YouTube, dat was. Squarewe. Squarewe. Dat was onze nieuwe Hello, YouTube. Guys. Today we have a top list of top single. Hoe schrijf je dat? S-Q-U-E-W-E. Ja, top 5 toilets. Nee, is van gisteren. Nee, moet wel, ja. Hello guys. Today we have a list of top 5 toilets. Número 5. Toilet in Ohio. Número 4. Toilet explótano. Número 3. Toilet free. Jullie hebben ons eigenlijk vervangen. Ja, goed, hè. Honorable mention. Honorable mention. Número 1. Toilet break. Acá está el inodoro que habla. Ja, nou. Doe er je voordeel mee. Hello guys, today we have two special people in Dumpertreten. Hey hallo, wie zouden we hebben vandaag in Dumpertreten, de vroege editie? Ik moet achter het kussen verstoppen, dat is de verrassing. Oké, nog een keer. Let's try again. Dit is Dumpertreten. Ik ben nu nog steeds aan het zien. Met? Dumpertreten. Met? Ja. Met wie? Nou, laat maar zien. Ruud Vriend. Hey René. Hallo, goedemorgen. Hoe laat moest jij je bed uit? Om half 7. Half 7. Ja, en ik mocht ook niet blijven liggen. Toen heb ik poep geschept. Ik had blijkbaar mijn katten opgesloten vannacht, per ongeluk. Oh, vet. Ik was heel bang dat er daardoor één in mijn huiskamer had gedingest. En het was gebeurd? Nee. Maar je hebt wel poep geschept? Ja, nee, gewoon uit de bak wel. Oh. Ja. En toen ging ik douchen. En toen ging je douchen? Douchen. En toen ging ik met de scooter naar het station. En toen ben ik met de trein gegaan. Het valt me echt op dat mensen die in de spits reizen, dat doe ik zelden, maar die zien er allemaal echt wat netter uit. En die doen even net wat meer hun best. Ja. Die zitten net wat meer on top. Die hebben een echte baan. Ja. Dit is echt van, het moet er om 8:30 zijn. Ja. Yes. Terwijl als je, zoals ik, als je normaal om 11:00 zo'n beetje binnenkomt kakken, weet je wel, dan zit je echt tussen, ja. Of zoals Sylvana, die er gewoon niet is, omdat ze gewoon scheid heeft. Dan zit je gewoon tussen de hobo's en de snuivers in de trein. Top, ik vind het wel leuk dat hij echt verhalen heeft vandaag. Ja, nee, ik ga naar het kerstconcert van Wibi Suryadi. Oh, wat ga ik gaan? Jongens, wij gaan hier gewoon lekker zitten. Wij gaan ons laven aan... Het is een keer omgekeerde wereld. Wij zijn helemaal kapot. Vertellen. Vertel eens. Wacht even, niet de stomme filmpjes allemaal. Ja. Jij gaat naar het kerstconcert van Wibi Suryadi. Leuk. Met mijn moeder. Leuk.
En wat super leuk. In het concertgebouw. Ja. Wat geweldig. Ik ga vrijdag naar Fiesta Macumba. Oh, wat is dat? Latin, weet je wel. Met vrouwtje. Met vrouwtje. Bad Bunny, weet je wel. Nee. Vet. Osasuna. Vet. Oké, dan gaan wij het nu weer overnemen. Wij hebben een heel vet YouTube-kanaal dat we net hebben laten zien aan mensen. En nu vindt Milan dat heel grappig. Wil je me even opzetten? Hello guys. Tot ahí va a list of top 5 dogs. Número 5. Dog die. Hey, let me go on too. Let me hold on. Yeah, he's in there right there. What the dog do? Número 4. Dog bark. Número 3. Dog revenge. Honorable mention. Connard. Suzy, elle a sauté. Elle est venue là, là. Ik kan hier dagen naar kijken. Ik weet het helemaal niks. Het is de arty-farty. Ja, het is ook wel... Als je op een gegeven moment alles op het internet gezien hebt, dan kan je alleen maar genieten van dit soort dingen. Ja, dankjewel. Graag. Oh, we zijn al begonnen. Oh. Dankjewel. Maar rápido. Maar rápido. Aha. Maar rápido. Maar wat gebeurt er? Dan doen ze alsof er een vogeltje of zoiets onder zit. En dan is het een kakkerlak. Ah, erga, kale, te la mierda pega. Ah, het is poep. Ik heb het idee dat iedereen op aarde die filmt en lacht, een lach heeft. Ik heb dat zelf ook. Ik heb wel eens filmpjes dat ik tegen mijn kind praat en die terugkijk. En dat ik dan hoor dat ik gewoon een achterlijke debiel ben die zo praat. Terwijl in mijn hoofd praat ik gewoon met een hele coole gast die zo praat. Gaan ze het hele dorp langs? Jij deed toch vroeger, dan ging jij boven de car wash staan en dan ging je... Dan kon je bij de Shell kon je van die zakken, van die handschoenen toch pakken, van die wegwerphandschoenen. En dan die vullen met kak en shit. En dan had je zo'n car wash en daar was een dak en dan kon je op het dak en dan ging je bij de uitgang van de car wash staan. Dat was een hele handschoen vol met allemaal shit op die auto gooien. Die net ik schoon, begrijp nu dat dat niet leuk was voor die mensen. Dat was echt vet. Bij de dat total... is toch vet hè, dat als je nu ouder bent, dat je bij heel veel dingen denkt die je vroeger deed. Waarom? Wat, hoe kut was dat? Niet ik leuk. Heb vaak vuurwerk op gelzadels gelegd. En dat dan, dat ik dan het idee grappig vond dat ze dan staand naar hun werk moesten fietsen. Dat is helemaal niet leuk. Een filmpje. Nu moet je aan denken dat je dat zei. Sorry, ik vind het ook grappig. Dit is toch fantastisch? Ja, echt leuk wel. Laten we beginnen. Fijn dat we weer verkeersfilmpjes hebben. Ja. Want we zitten weer bij Dumpert. Vechtpartijen en verkeersfilmpjes. Guys like you. Nou, lekker voor je. Doe nog eens. Maar wat gaat er mis dan? Nou, hij moet eraf. Er zit zo'n pijl. Ja. Maar dat doet hij niet. Hij kan toch veel later pas eraf? Ja. Je hebt toch altijd eerst de pijl, dan de kruis. Ja, drie kruis. En dan pas de dan komen die hobbels. En dan gaan de BMW's langs je en voegen in. Ja. Wat is, daar wil ik ook wel even jullie mening over. Ik vind altijd echt teringlijst als er staat invoegen hier, invoegen. En dat iedereen dat dan doet. En dat je dan die, wij staan dan zo hier in de file. Dat je dan een paar teringlijsters hebt die dan helemaal doorgaan tot waar het echt niet meer kan. En dan daar de voorsteken. En ik ga dan altijd zo achter die andere rijden dat die gozer er niet tussen kan. Nee, ik rijd er wel langs. Vooral bij Gouda. Jij bent die gast die dan links ik staat. Ga er jij hebt een Audi, ik snap echt, ik had een Audi. Ja, oké, maar ja, ga ik zeg dat nog. Je hebt toch gewoon een hele lange invoegstrook. En al die Mongolen die gaan dan allemaal op, zeg maar, de invoegstrook is een kilometer. En dan gaat iedereen op de eerste 100 meter invoegen. Omdat het netjes is. Dan sta je netjes met de allen in een onnodige file. Wat ben jij een smerige hond, zeg.
Eigenlijk het enige leuke aan het filmpje vind ik zo van, hé, het is in Nederland. Ja. 5 reten. 4 reten voor die zucht op het eind. Ik heb hier geen mening over, daarom weerhoud ik mij van stemmen. 5 reten. Oh. Geprankt. Oké, bam, hey, muziek. We zijn er weer. Ja. Koffie. Oké. Mag ik een extra sterke koffie? Websites van het jaar, niet eens groentevonk.sexy. Volgend jaar kopen we de prijs voor jullie. Ja, vet man. Was er een moment waarop je dacht, het zou wel eens kunnen gebeuren vandaag? Nou ja, toen die 2-2 viel. Maar ik wil even mijn moeder, sorry, want ik ben zwaar op beeld met mijn middelvinger. Spijt me zeer, man. Ik heb sowieso... Oh, ja. Die gast, nee ja. Ik was echt letterlijk aan het juichen toen die gozer zijn middelvinger op tv kwam. Zat ik precies in die emotie. Dat was precies het beeld wat ik zocht. Hoe kan je nou een Spaanstalige scheid zetten op een wedstrijd met 11 super, super emotionele Spaans sprekende gasten en Frenkie de Jong die ook een beetje Spaans spreekt? Dat is niet eerlijk. Na de eerste helft ging Messi gewoon nog 5 minuten praten met de scheids. Ja, maar dat is niet eerlijk. Voor die de kleedkamer. Dat is niet eerlijk, oké? Nee. Dus het spijt me zeer, man. Ik wil trouwens... Ik ben nog bij Nederland-Ecuador. Ik wil nog niet horen hoe het afloopt. Ik heb altijd toch wel iets te doen. Ik kan je zeggen? Ik zeg niks. Marokko. Mark my words, die gaan ver komen. Ja, die scheids, jongens. We zijn er toch gewoon keihard. Die scheids. Ik heb allemaal theorieën gehoord, jongens. Oh, hij is gewoon gekocht. Messi, 1,5 jaar geleden naar PSG gegaan. Dat wordt gerund door Qatar. Qatar is heel erg bij gebaat dat dit een legendarisch WK wordt, zodat ze het echt kunnen sportswashen. Want Messi, de grootste ooit, die kan dan even, dat wordt dat het WK van Messi. Weet je, het is gewoon 5 reten. Okay. Wout Weghorst, oh, dit is toch het beste moment ooit. Moet jij even je ogen dicht doen, Tom, want jij hebt het niet gezien. Wat ik dus wel serieus heel veel heb gedaan bij deze goal... Juichen. ...is op jullie website op 0,25 afgespeeld en dan het shot dat je de Argentijnen ziet. Want het is wel heel lekker. Om volgens mij later uit de andere hoek, om het verdriet van de Argentijn, om alle verbijstering te kunnen zien bij die spelers. Maar goed, ja, hier wil ik graag 15 reten voor geven. Mag dat? Zeker. Nou, heb ik gedaan. Ik had laatst een filmpje gezien van een gast die op een openbaar toilet dubbel gevouwen zit en zijn eigen lul zuigt. Weet je, een groepsapp. We hebben een groepsapp met Stefano Keizers. Waarin we elkaar filmpjes delen uit de krochten van het internet. Eigenlijk zouden we hier een keer moeten zitten met hem. En dat we gewoon die hele lijst. Dat is niet normaal. Dat zou nou echt. Is dat zo'n lijst? Mag jij een dagje thuis blijven? Dit vind ik hartstikke zielig, want deze jongen doet helemaal niemand kwaad. Als hij nou op de scooter was gebotst bij die gast die auto in de fik had gestoken. Maar heb je het leuke filmpje van de trommel in Marokko? Daar was een mooi feest op straat. Dat was een hartstikke leuk filmpje. Hey, een rode Marokkaan! Yes! Waar? Dat is een vlag. Hier, daar! Dat is geen Marokkaan. Dat is geen Marokkaan, dat is de enige toerist. Ja. Hij ligt heel goed in de markt daar. Dat denk ik wel, misschien moet je daarheen. Ja, ik ben een keer in Italië geweest ook. En? Ja. Was dat leuk? Ja. Mijn broer is een keer in Mongolië geweest en staat daar op de foto met een Mongool met het syndroom van Down. Oh, fuck. Ja. No, don't get out! Oh, man. Het is daar wel... Wat? Kijk glad. Maar zijn ze hem nu aan het duwen? Hij heeft wel een goede velgen, man, en zo'n mooie wing. Oh, what the fuck is he doing? Oh. Oh, lekker man. Hey, Savannah! Vrienden van de show! Hallo, hoe is het? Je zit buiten beeld.
ik stond echt, ik stond echt om 6 uur op station, 's ochtends. Ja? Oh jee. En de trein reed er niet. Waarom niet? Doordat er een beetje ijs was. Ach. Dus toen moest ik wachten en wachten en wachten, maar ik ben er. Maar hoe is het met jullie? Ja, uitstekend. Ja? Ja. Hebben jullie weer wat te verkopen? Nee hoor, we hebben hier gewoon wat kerst is. Oh, wat gezellig. Ja, we dachten kerstshow, even lekker op de bank zitten bij jullie. We dachten even lekker bijkletsen met jou, want toen was je er niet. Nee. Even verdrietig en zo. Ja, eigenlijk alles al een beetje gedaan, nu gaan we eigenlijk weg weer. Hoe is de PlayStation? De PlayStation gaat hartstikke goed. Ja? Ik heb een nieuw spel, ja? Want ik heb zo'n VR-bril met. Waarom heb je niet Call of Duty gekocht, man? Ja, ik wil omdat gewoon ik met dus jou nu schieten. Een nieuw spel. Ken je Beat Saber? Ik had gisteren 500 streamers live. Zullen we anders gewoon afspreken dat niemand meer naar mij luistert? Ja. Dat is wel duidelijk. Beat Saber? Ja. Well, zo'n Guitar Hero is het. Ja. Maar dan met. Je hebt dus die losse controllers en dat worden dan lightsabers in de virtual reality world. En dan komen er blokken op je af en dan moet je op de beat moet je die blokken in tweeën slicen. Vet. Lekker is het, jongen. Maar kan je dit ook? Is dit nou dat spelletje waar jij vol enthousiasme over liep te vertellen? Dat is dit. Dat is dit? Dus het is goed voor je conditie. Denk het wel, want je beweegt in ieder geval meer dan... Call of Duty. Dan met Call of Duty. Maar ben jij er goed in? Hoe kut is het dat tegenwoordig iedereen die je neerschiet... Ik ga even iets laten zien, want jij weet het niet nog, maar... Vroeger, hè, dan was het zo, dan was je zo aan het lopen zo, en was zo, dan zag ik jou en dan was zo, we gaan op elkaar schieten. En nu zijn al die gasten, die zijn zo goed met die vingertjes, dat ze dan, terwijl ze schieten, liggen ze al. Ja, dat is kut. En dan ben ik aan het schieten op jouw hoofd, maar jouw hoofd is ineens 2 meter laag en dan moet ik zo, naar je hoofd en dan ben ik alweer dood. Dus af en toe heb ik dan een potje en dan ben ik helemaal het mannetje en denk ik, jezus, ik ben zo briljant. En daarna word ik weer 26 keer van mijn flikker geschoten en dan denk ik, ben een oude gast, wat zit ik hier nou mijn tijd te doen? Ja, we zijn echt bijna 40. Oh my god. Die vind ik kutspelletjes te spelen. Oh my god. Tim? Watch it guys, watch it. Oh sugar. Oh! Maar dit is eigenlijk gewoon een superleuk filmpje. Het is inderdaad gewoon een moderne versie van Kei Glad. Iemand zit gewoon allemaal even lekker te filmen. Ja, ja, goed. Moet je ook zeggen, hartstikke leuk. Oerdegelijke Britse versie, four asses. Zonzaad schrijft, René heeft hetzelfde als Rajesh Cooper Pauly van The Big Bang. Die durft ook niet met vrouw te praten zonder alcohol. Dit is niet waar. Oké, door. Mijn comment in Dumper direct. Ik ga nu van blijdschap de auto van de buurman in de fik steken en keihard Wolla roepen. Yes! Hey, Dan moet hij zich melden tijdens de volgende temperatuur. Ja. Dat is wel zielig. Mooi hoe hypocriet we toch zijn. Je eet er geen schildpad. Op wat voor manier is het anders dan dat wij levers van varkens eten, vleugel van een kip, kikkereitjes en nog meer random dierenspul anders? Dat is niet anders, alleen dat zijn we niet gewend. Eten we kikkereitjes? Ik eet ook geen kikkereitjes. Kikkerdril niet, kikkerbil. We eten helemaal geen kikkerdril, dus wat wil je nou? Gast, ga. Sukkel. Het tempo gaat een beetje uit de show als elk filmpje 100 keer wordt afgespeeld. God. Waar heb je het over? Ja. Watch it guys, watch it. Maar hij heeft vlugge Jaapie, hè? En zij wil alles... Vlug. Sil is zwanger, ze drinkt niet. Precies dat. Ik lust gewoon geen vlugel. Gina, jouw billen krijgen een bonusreet. 6 reten. Nou ja, zeg. Hey. Hypocriet. Oh. Wie is Gina? Zo maken. Vet. Ronda is ook met die website van het jaar. If you love me, let me go. Stomme prijs. Het is een website, het is niet eens een materieel iets. Het is voor de community. Het bestaat helemaal niet. Now we have no electricity in the city. No water, no central supply heating. No mobile connection, no internet connection. But we have no Russians. And I'm extremely happy of that. We can survive anything, but we are free. Nou ja, dit is het mooiste filmpje van het jaar. Dit zou er op nummer 1 moeten staan in de top 2000. But we have no Russians. Ik vind het een beetje xenofoob van hem. Zo, oh ja, omdat andere mensen in een ander land geboren zijn, mogen ze niet in jouw land. Jongen, 5 reten. We can survive anything. But we are free. We hebben nu zo aan het eind van het jaar zitten. Wat vind je het meest hartverwarmende dat er is gebeurd op Dumpert afgelopen jaar? Dit. Free. Is dit eigenlijk de eindejaarsshow of zijn we daar niet voor uitgenodigd? Nee, die kunnen we nog wel gaan... Nee, we komen niet. Ik krijg de tering maar. We can survive anything. Maar vertel even dan, wat vond je mooi dit jaar? Waar heb je spijt van? Wat wil je anders doen? Wat was mooi?
Nou, mooi was toen we de prijs kregen voor de beste community van het jaar. Minder mooi was dat. En beste community betekent dus dat de mensen die op deze website komen de leukste mensen van het internet zijn. Of je nou libellen of tweakers of weet ik veel wat. Hier, wij hebben de beste, vrolijkste community. Dat meen je niet. Ja. Jezus, dat is het internet een kutplek dan. Ja. Dan gaat het echt slecht met de wereld, man. Ja. But we are free. Hoi, lieve reageurs. Ik heb veel reacties en donaties ontvangen in aanleiding van mijn reageurs onder de films van Frankie en Koen. Op 11 januari ga ik wederom naar Oekraïne om auto's en spullen te doneren. Een soort Sander de Kramer dus. Ik ben gecontacteerd door Dutch Dumper, die moet jullie kennen, omdat hij net als ik zo graag wat wil doen. We hebben dus besloten nu samen te gaan. Twee reaguurders op pad naar Oekraïne. We zullen weer auto's en spullen brengen. Maar deze keer ook een weeshuis bezoeken om speelgoed af te leveren en even wat tijd te spenderen met de kids. Dat is namelijk net na kerst, 7 januari daar. Ik wil je graag helpen, dat kan hier. En dan... Kennen jullie Sander de Kramer? Ja. Leuke man is dat, hè? Ik weet niet wie het is. Mag ik een foto zien van hem? Dat is zeg maar de Rotterdamse Jezus. Maar vind jij hem niet vet? Nee. Maar waarom is hij niet vet dan? Hij doet allemaal goede dingen. Ja, dat. Dat is toch kut aan de wereld? Dat mensen die goede dingen doen... Hij doet alleen maar goede dingen. Ik krijg er gewoon jeuk van. Ja, dat snap ik wel. Nou, maar dat is volgens mij een argument. Nee, maar luister. Spijt me zo. Spijt me zo. Het spijt me. Straks gaat hij echt dood hier. Ja, dat is de hele bedoeling. No mobile connection, no internet connection. But we have no Russians. And I'm extremely happy over that. Ik vind het een goed opgebouwde grap, maar het is in het Engels. Drie reten. Wat doet zij echt? Ik ga vrijdag ook uit voor het eerst in jaren. Leuk. Is dit ongeveer wat ik kan verwachten? Of? God, mijn oogbal! Je bedoelt dat jij in je gezicht gespuugd wordt door een meisje of door een jongen? Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik vind eigenlijk van Dumpert reten het stomste deel. Ja, ik vind eigenlijk lekker kletsen vind ik veel lekker leuker. Kletsen met de meiden gewoon. Kunnen we niet ik vind het altijd tragisch als je een dikke vrouw hebt met kleine borsten. Twee reten. Over auto heen lopen. Weer sneeuw of niet? Ik doe echt niks. Zeg eens sneeuw. Sneeuw. Nee. Sneeuw. Sneeuw. Je weet dat je niet sneeuw. Je, sneeuw. Sneeuwen. Sneeuw? Oh, dit is schattig. Hij doet net alsof hij over de auto heen heeft gelopen. Leuk. Oh, hij doet net alsof. Kijk, als je hier dus alleen maar op de titel afgaat, dan denk je weer van de kut Marokkaan. Ik ken deze grap van vroeger en dan was het je doet alsof je over de auto hebt gepist. Of je loopt dan over de hele auto. Hij doet het alleen op de voorbumper kant. Weet je een ding van een auto? Voorhoed. De motorkap. Ik vind het wel schattig, maar waarschijnlijk gaan de dumpertegenhuurders hier heel goed op. En die gaan dan zeggen, oh, zo kan het en zo. Ja. Dat vind ik dan ook wel een beetje. Onschuldig, ja. Dus zie je zo. Kijken we mee? Kijken we zo, dat soort dingen. Ja. Leuk hoor, Jan, Piet, Hendrik. Twee reten. Voor- en achterlicht. 5 reten. Nancy is 15. Ik heb dit meegemaakt. Dit is in Friesland. Hij heeft iemand aangereden, toch? Nee. Ja. Oh, ja. Oei. Volgens mij heeft hij een jongen van 21 aangereden die nog in het ziekenhuis ligt nu. Hij heeft haar autosleutels gepakt en is met een kameraad in de Audi van zijn auto met een kameraad? Gestapt. Wat is dit voor nieuwsbericht? Welke... Hij is met een kameraad in de Audi van zijn ouders gestapt. Die waren niet thuis vanwege een wintersportvakantie. Op de sociale media werd nog een video hiervan gepost. Hij reed even later met een enorme fjord over de Hayatwaai. Met meer dan 120 km per uur met zijn kameraad. Hij kwam in botsing met de kolmer. Maar ja, ik wist helemaal niet dat jij zo goed Fries spreekt. Ja, ik spreek het vloeiend.
Maar hoe is het met het jochie? Want die is ook gewoon... Die is dood. Nee. Nee, gewoon... Ik begrijp dus niet zo goed hoe hij zo'n grote ravage kan aanrichten. Nou ja, ik heb het net nog voorgelezen in jouw taal. Hij reed met 120 km per hour op de Dokker Meer. En dat was een kolma. Ja, maar als je met 120 rijdt, dan krijg je vrij snel ravage, hè? Ja, oké. Ook kut voor die ouders. Zit je lekker op de rode piste een beetje lekker snaps te krijg drinken je een en filmpje, zo. Mansie is 15. Mansie is 15. Mansie heeft eventjes het halve dorp gegort gereden. Het is natuurlijk ook een hartstikke oud dorp. Zo'n dorp van een paar duizend jaar oud. Achter de Kruishoek in Denwald. Dat is ook nog eens de mooiste hoek daar, hè? Ik ga even koffie houden. Wil je een koffie? Het is al weg. Okay, dat was even een flinke... Stop hiermee. Ik vind het echt om te huilen. Ik heb net nog een keer. Wel. Ja, ik wil het niet zien. Het is wel een lekker nummertje. Ik heb gekeken toch, had ik moeten doen. Ik heb nog steeds niet gekeken. Nee, teringlijn. Dat nummertje ook eronder. Dat is echt een goed nummertje. Dat je ook dacht, ja, ik wil hem wel plaatsen, maar niet met het originele geluid. Want dan hoor je dan... Oh, leuk verhaal. We hebben dat vorige keer al verteld. Dat we vorige keer hier binnenkwamen in het Telegraafgebouw. Mag ik mijn verhaal vertellen? Ja, Tom, ik luister liever. Vorige keer kwamen we hier binnen en dan moet je helemaal zo'n controle langs. En dan voel je je al kut. En dan zie je al die matige journalisten langs je lopen en zo. Yannick had een rugzak om. En toen zei die vrouw tegen hem... Ja, nou, dat we eerst door die eindeloze controle met je ID. En dan moet je wachten en dan moet je met de pas. En dan mag je door één voor één door zo'n sluis en zo. En toen zei zij iets waaruit Yannick verstond... Jouw tas gaat open, hè? Zo van, denk erom. En Yannick draait zich om en zegt... Mijn tas gaat open. Toen zei ze, je tas staat open. Mijn tas gaat open. Ja, ik dacht echt, ik dacht na alles wat ik hier had moeten doen, dat ze tegen mij ook nog zei van, en jouw tas gaat nog open, hè? En ik echt, mijn tas gaat open. Dan ga ik echt niet naar huis. We doen het voor jullie, want denk maar niet, de jullie voor deze community doen we het. En krijgen wij die prijs? Nee. Weet je wat? Nee. Godverdomme, wij zijn de community. Denk maar niet dat jullie dan ook nog even mooi www.roenfunk.sexy in beeld gaan brengen. En gaan zeggen dat er nog kaarten zijn voor ons. Voorstelling die nog tot eind februari speelt en dat we bijvoorbeeld een succesoptie hebben in een carré op 23 februari, dat daar mensen kaartjes voor kunnen komen. Denk maar niet dat dat gebeurt. Nee, we doen het alleen maar voor jullie. Bedankt. Mag ik ook langskomen in carré? Ja. Leuk. Met je vriend die een ongelooflijk kampeloeres heeft. Oh jezus. Als dat, ik weet niet of dat past op de koninklijke loge. Wat is er? Wat heb jij al verteld? Nee, niks. Gewoon alleen maar dat hij een kinderarm van een tabernakel is. Dat weten jullie allemaal helemaal niet. De kinderarm van Leeuwert. Doen we nog eentje van Squareway om te eindigen dan? Squareway! Eentje, hello guys. Today we have top synchro. Zeg ik alvast bedankt. Groep Skade. Top synchro, groep Skade. Het was leuk weer. Het was hartstikke leuk. Met Jumpscare. Het was hartstikke leuk. Dankjewel dat je in jullie leven mocht zijn. Tot ziens. Top synchro, community. Dankjewel, community. Hello guys. Today we have a list of top 5 scariest jumpscares. Número 5. Cod jumpscare. Número 4. Lobster jumpscare. Número 3. Chair jumpscare. Número 2. Birk. Honorable mention. Número 1. Spider-Man Jumpscare. Lekker!